Een hele goede middag op deze sneeuwige, maar zonnige dinsdagmiddag. Mijn naam is Lise-Marie Brouwer en ik ben vandaag jullie host bij deze webinar over het snel en succesvol opschalen van RPA. Ik heb een aantal mededelingen voordat we het programma in gaan duiken. En de belangrijkste daarvan is eigenlijk de chatfunctie. Via het knopje Questions, vragen, kun je allerlei vragen tijdens deze webinar insturen. Maar je kunt daar ook bijvoorbeeld antwoord geven op de vragen die we jullie stellen. Want dat is het tweede puntje. We gaan ook een aantal polls aan jullie voorleggen. En één keer hebben we daar ook een open vraag bij. En dat kan je dan ook via Questions, kan je daar een berichtje sturen en zo kunnen we meelezen. En we kunnen jullie helaas niet zien, maar via die polls en die question functie kunnen we toch met jullie interactie hebben. En er zijn heel veel van jullie aanwezig vandaag, vinden we echt tof. Dus schroom niet om met ons in contact te treden via die question functie. Zoals ik al zei, mijn naam is Lise-Marie van Capgemini. En in het dagelijks leven ben ik ontwerper en facilitator van allerlei soorten sessies. En zo mag ik ook deze webinar voor jullie hosten. En gelukkig doe ik dat niet alleen. Want bij mij heb ik vandaag Lucas Bel en Martijs Berenschot en Edwin Kuipers. En we gaan ze zo meteen even introduceren. En wat ik leuk vind om te vertellen is dat bij Capgemini, zoals jullie waarschijnlijk al weten, zijn we echt gepassioneerd over allerlei soorten technologische innovaties. En daar kunnen wij heel veel over vertellen. Maar het is natuurlijk nog gaver als er mensen zijn, organisaties waar we dat mee hebben gedaan of waar we dat voor hebben gedaan. En dat zij er dan wat over kunnen vertellen. En daarom ben ik echt heel blij met deze gasten vandaag. Voordat ik ga vertellen hoe het programma in elkaar zit, hier in beeld zie je ook al onze gasten. Voordat ik ga vertellen hoe het programma in elkaar zit, wil ik heel eventjes vragen, Lucas, zou jij je heel kort kunnen voorstellen? Zeker, dankjewel Lisa-Marie. Lucas Bel, ik werk ondertussen bijna 5 jaar bij Capgemini en inderdaad ook erg gepassioneerd door technologie. Ik ben vrij vroeg eigenlijk aangehaakt op de boot van RPA, toen het voor ons ook allemaal nog nieuw en innovatief was. En ondertussen allerlei hele leuke en mooie projecten mogen doen. Veel bij publieke organisaties, maar ook bij financiële instellingen. En ook voor onze eigen IT-organisatie in India. Hebben wij een Center of Excellence opgezet. Dus ik vind het erg leuk om jullie daar wat meer over te vertellen. En hoop jullie dan ook vandaag daarin mee te kunnen nemen. Ik woon hier samen met onze kat, dus schrik niet als die toevallig door het beeld komt lopen. Ik hoop dat hij dat niet doet. En ik wens jullie allemaal veel plezier verder vandaag. Dankjewel, Lucas. Martijs, mag ik jou ook kort het woord geven om ons even te vertellen wie je bent? Goedemiddag, mijn naam is Matthijs Berenschot. Ik werk bij de gemeente Lelystad als beleidsmedewerker bedrijfsvoering. En ik hou me voor in het dagelijks leven voor het grootste gedeelte bezig met data-analyses, automatisering, digitalisering, innovaties. En vanuit het laatste ben ik eigenlijk betrokken bij dit project. Top, en we gaan zo meteen nog veel meer van jou horen. Dankjewel. Edwin, last but definitely not least. Mag ik jou even Goedemiddag. vragen om je kort te introduceren? Ja, goedemiddag iedereen. Ik ben Edwin Kuipers. Ik werk voor de gemeente Leeuwarden. Deels werk ik als informatiearchitect voor het Shared Service Center. En het andere deel werk ik als business analyst binnen het RPA-team. We hebben inmiddels echt een stevig RPA-team staan. En ik vertel u graag straks meer over onze avonturen in het afgelopen jaar. Mooi dat je het een avontuur noemt. Leuk. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wie jullie zijn. En daarom ga ik nu de eerste poll launchen. Want ik ben benieuwd wie van jullie vanuit het publiek nu al met RPA werkt in zijn of haar organisatie. En je kan op ja, ik werk er al mee, of op nee, ik heb hier nog geen ervaring mee. Je ziet hem nu in beeld verschijnen. Dus klik eventjes op ja of op nee, werk je al met RPA in jouw organisatie? En stel, je hebt nu ja ingevuld, en dat zijn er aardig wat, maar er zijn ook zeker een aantal mensen die er nog geen ervaring mee hebben. Stel, je hebt ja ingevuld, schrijf dan even in die question-functie, daar kan je dus een berichtje typen. Wat zijn zaken waar jij tegenaan loopt als je bezig bent met RPA in jouw organisatie? Want daar gaan we het ook vandaag over hebben. Het gaat natuurlijk over het snel en succesvol opschalen van RPA vandaag.
En als je dat wilt doen, dan moet je de blokkades weghalen. En ik ben heel benieuwd waar jullie tegenaan lopen. Dus schrijf dat vooral even in die questions functie. En dan kunnen we daar straks op terugkomen. Ik zal eventjes delen. Dit is toch echt een fantastische uitslag. 51% ja, 49% nee. Het leek erop dat mensen de overhand hadden, maar hij is aardig gelijk getrokken. Leuk om te zien. Dan, top. En nogmaals, het is heel goed dat er mensen zijn die er al ervaring mee hebben, maar ook voor de mensen die hier nog geen ervaring mee hebben. De verhalen die Martijs en Edwin gaan delen, die gaan jullie hopelijk helpen om wel geïnspireerd te raken om hier wel mee aan de slag te gaan. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, wil ik heel graag vragen aan Lucas of jij ons, en dan voor ook de mensen die er nog geen ervaring mee hebben, om ons te vertellen wat het is, RPA, oftewel Robotic Process Automation. Ja, zeker. Dankjewel, Lisa Marie. Ik hoop dat mijn scherm ook weer voor iedereen nu zichtbaar is. RPA, nou, voor degenen die dat nog niet kennen, het staat voor Robotic Process Automation. Nou, dat klinkt natuurlijk heel eng. Iedereen hoort het woord robot erin. Nou, wij bedoelen daar in dit geval niet de robots mee. De fysieke robots die naar een koffiezetautomaat kunnen lopen en koffie kunnen halen voor alle medewerkers. Wij bedoelen daar echt robots mee als op software gebaseerde virtuele werknemers. En wij noemen ze ook al vaak virtuele assistenten. En die werken eigenlijk op dezelfde manier als een echte medewerker zou werken. Dus zij werken vaak op de front-end van applicaties. En ze automatiseren eigenlijk alle administratieve handelingen welke een medewerker normaal gesproken zelf zou doen. Nou, dit zijn handelingen, dus processen die vaak een aantal specifieke kenmerken hebben. Nou, deze kenmerken zijn bijvoorbeeld dat de processen hoog repetitief zijn. Duidelijke processtappen hebben. Nou, daarmee bedoel ik dus ook dat er weinig uitzonderingen in het proces zijn. Het zijn vaak hoge volumes en het zijn veelal handmatige taken. Nou, hierbij komen eigenlijk verschillende soorten applicaties kijken. Dat is meteen ook het mooie van RPA en het verschil met zaken zoals VBA scripting. Het mooie van RPA is echt dat het handelingen in verschillende applicaties met elkaar kan combineren. Nou, denk hierbij bijvoorbeeld aan het ophalen van een mail waarin een bijlage staat, bijvoorbeeld een salarisstrook, waarbij gegevens moeten worden ingevuld in het financiële systeem van een organisatie. Nou, dat gaat allemaal op de user interface. Dat is een robot die kan eigenlijk een mail ophalen, een bestand downloaden, vervolgens inloggen op een webapplicatie en daar alle benodigde gegevens invoeren. Dat is eigenlijk heel kort gezegd wat RPA is. Nou, ik heb ondertussen allerlei pilots gezien met allerlei soorten RPA-processen. Nou, we gaan vandaag wat vertellen over wat je nou kunt doen om meerdere processen te selecteren die ook geschikt zijn voor RPA en waar je daarbij tegenaan loopt. Dus ik wil graag het woord weer doorgeven. Yes, hey, dankjewel voor deze korte toelichting, Lucas. Top, mooi. Dan zijn we wat dat betreft, wat RPA is, allemaal ongeveer op dezelfde pagina. Alhoewel, ik denk dat jij er nog veel meer kennis over hebt dan je nu hebt gedeeld. Maar we hebben ook straks een Q&A, dus stel je hebt hier een vraag over. Aan het eind van deze sessie hebben we een Q&A. Lucas, kan jij, dat zijn we net nog even vergeten, de agenda nog op beeld toveren? Want dan ga ik nog eventjes kort vertellen wat we vandaag gaan doen. We hebben nu een RPA-introductie gehad van Lucas. Ik ga eerst verder praten met Martijs van de gemeente Lelystad. Vervolgens met Edwin van de gemeente Leeuwarden. En dan komen we nog even terug bij jou, Lucas. Want dan ga je het hebben over randvoorwaarden. En we sluiten dus af, zoals ik al zei, met een Q&A. We zullen straks ook onze contactgegevens delen, want als er nog meer vragen zijn of dingen die deze webinar oproepen, dan staan we graag met jullie daarover in verbinding. Dan nu, Lucas, zou jij deze slide kunnen wegklikken en dan vraag ik aan Martijs of hij in beeld wil komen. Nu dat we weten wat RPA is, ben ik heel benieuwd hoe jullie dat bij Lelystad hebben gedaan. Waar is het begonnen? Kun je in grote lijnen vertellen hoe jullie RPA-reis is geweest? Ja, dankjewel. Eigenlijk zijn we anderhalf jaar geleden, zo'n beetje, kwamen we al in aanraking met RPA.
Maar dat was toen nog heel bazaal. We hoorden ervan, vonden het interessant. Maar we hadden eigenlijk nog geen casus ervoor om er iets mee te doen. En we hebben het toen eventjes laten liggen. Toen kwam afgelopen voorjaar kwam corona in één keer in beeld. En toen kregen we het heel erg druk met de aanvragen Tozo voor ondernemers. En nou, we moesten echt alle zeilen bijstellen om het werk af te krijgen. En terwijl wij het daar heel erg druk mee hadden, bij ons in de gemeente, hoorde van Leeuwarden, die het eigenlijk vrij relaxed aan het doen was, want die hadden een RPA-team. En die hadden daar een paar robots op gezet. En bij hun ging het veel makkelijker dan bij ons. Nou, op een gegeven moment dachten we van, ja, dat was zo'n beetje najaar van, ja, hier moeten we toch iets meer mee gaan doen. We hebben contact gezocht met Leeuwarden, contact gekregen met Capgemini. En de eerste kennismaking gedaan met Capgemini. En in november zijn we begonnen met een pilot. Om te kijken, eigenlijk meer een proof of concept. Kan het werken voor ons, robotisering? En hoe werkt het dan allemaal? We hebben toen een pilot gedaan van 5 weken. Waarbij we in eerste instantie, we hebben dat in stukjes opgesplitst. We hebben een gedeelte gedaan. Waarbij we de aanvraag van die van het Tozo binnenkwam, de verlengingsaanvraag het Tozo, die hebben we via de mailbox laten landen in ons back-office systeem. Dat was 1 gedeelte van de pilot. En we wilden ook een heel proces doen, zodat we ook konden zien van ja, hoe gaat het nou eigenlijk met brieven versturen, met het afhandelen in het systeem. En daarbij hebben we het tussentijds uitbetalen van vakantiegeld gepakt. Voor mensen met een bijstandsuitkering. En dat hele proces hebben we van begin tot eind helemaal door een robot laten uitvoeren. Allemaal in een testomgeving, allemaal om te kijken of het werkt. Daar hebben we 5 weken over gedaan. Daarnaast hadden we nog wat zijstapjes waarbij we hebben gekeken van hoe moeten we de beheerorganisatie inrichten. We hebben een introductietraining gehad voor een aantal medewerkers van ja, hoe werkt nou eigenlijk zo'n robot? Hoe moet je het nou eigenlijk aanpakken? Dus dat was eigenlijk onze eerste stap, onze eerste aanzet van de robot. En daar hebben we 5 weken dus over gedaan. En zo'n beetje halverwege december is de POP opgeleverd. En hadden we een werkende robot in de testomgeving voor het opboeken van de aanvragen Tozo. En het afhandelen van tussentijds uitbetalen vakantiegeld. Dat was eigenlijk onze stap. Ja, mooi hoe je dat kort samenvat, maar heel compleet. En we gaan er zo nog verder over praten, maar eerst gaan we ergens naar kijken. Want als ik het goed heb begrepen, hebben we een demo over wat jullie precies hebben gedaan. En kan je ons vertellen wat we in die demo, in dat filmpje, wat we daarin gaan zien? Ja, we zien eigenlijk een stukje van het uitbetalen van het vakantiegeld. Waarbij de robot al de gegevens heeft opgehaald van de aanvraag. Hij gaat inloggen in ons back-office systeem voor de mensen die bij gemeente werken, de suite voor sociaal domein. De robot zoekt de persoon op, hij doet enkele checks, maakt een werkproces aan, vult de gegevens die hij gevonden heeft bij de aanvraag vult hij in en voegt de aanvraag toe als bijlage in het werkproces en het systeem. Dat is eigenlijk wat we gaan zien. Dus het is heel kort, het is een heel klein stukje van het proces. Leuk om te zien. Houden we even rekening mee, er is veel geblurd in verband met privacy, dus dat ga je even in. Ja, goede toevoeging. Ja. Lucas, mag ik aan jou vragen om de demo in te zetten?
Ik zag het filmpje, ik hoorde het geluid niet, maar hij was. Er zat muziek onder, toch, Martijs? Volgens mij keihard. Bij mij kwam het was de muziek keihard. Maar, okay. Oh, dan lag het aan mij, maar het filmpje was in ieder geval mooi duidelijk. We gaan hierover doorpraten. Het is een mooi voorbeeld over wat de technologie kan. Zojuist heb je verteld wat. Ja, daar ben je weer, super. Daarstraks heb je verteld in grote lijnen hoe dat is voor jullie is geweest bij het invoeren van RPA. Kan je ons vertellen waar jullie tegenaan liepen bij specifiek de technische inrichting van RPA? Specifieke technische inrichting, het waren vooral vraagstukken ga je bijvoorbeeld on-premise installeren of ga je het in de cloud installeren? Wij hebben ervoor gekozen om het in eerste instantie, ook omdat het voor ons heel nieuw is, om het on-premise te installeren. En later verderop in de tijd, als we wat meer ervaring hebben gedaan, dan zouden we kunnen kijken van gaan we voor een cloud-versie of iets dergelijks. Maar voor onze eigen gemoedsrust hebben we dat zijn we eerst on-premise gehad. Randvoorwaarden. Voor jullie belangrijk om op te schalen. Welke randvoorwaarden waren daarvoor voor jullie belangrijk? Nou, wat we zagen is dat. Kijk, dat werkproces van de uitbetaling van vakantiegeld. Dat hadden we helemaal uitgeschreven. Van tevoren bestond al. Het was al heel goed uitgeschreven, tot op klikniveau. Dus bij het maken van die robot was het vrij makkelijk om die handelingen na te doen. Voor de Tozo hadden we het proces in grote lijnen beschreven. En dus niet op klikniveau. En we merkten dat dat dus ook echt heel veel meer tijd kost. Als je het niet goed beschreven hebt, dan kost het je uiteindelijk veel tijd. Dus voor de mensen die nu gaan starten en ook voor onszelf in de toekomst, is het echt wel belangrijk dat je tot op handelingsniveau alles beschreven hebt, zodat het veel makkelijker is uiteindelijk om je robot in te richten. Dat scheelt je uiteindelijk tijd, als je dat van tevoren goed doet. Ja, dus dat gaat over de processen moeten goed beschreven zijn. En Lucas gaf straks ook al aan dat moeten processen zijn waarin hoge volumes worden verwerkt en waarin weinig uitzonderingen zijn. Zijn nog andere randvoorwaarden belangrijk? Nou, ook wel dat je moet ook iemand erbij hebben die het volledige proces overziet. Vaak zijn processen in stukjes opgeknipt. Hè? Dit team doet dat. En je hebt bij het inrichten van de robot heb je ook iemand nodig die het complete proces kan overzien. Dat was bij de Tozo was dat wat lastiger, omdat daar was het echt heel erg opgeknipt bij ons. Bij de tussentijds uitbetalen van vakantiegeld, daar zaten er juist de mensen aan tafel die ook het hele proces onder zich hadden. Je merkte dat het daar dus ook veel sneller ging. En voor onszelf hebben we wel bedacht dat we ook voor de toekomst willen kijken of we de processen uniformer kunnen beschrijven. Dat we die uniformer kunnen maken. Zodat we processtukjes ook weer kunnen hergebruiken voor andere stukjes. Bijvoorbeeld aan het opboeken van een werkproces. Het maken van een beschikking. Het afboeken van een werkproces. Dat het allemaal universele stukjes zijn. Uniforme stukjes. Die we voor elk proces weer opnieuw kunnen gebruiken. Ja, dus dat aan de voorkant al bij het maken of het opschrijven van processen. Dat allemaal in dezelfde uniformiteit gebeurt. Zodat je ze makkelijk aan elkaar kunt plakken. En makkelijker kunt robotiseren. Ja. Dus die uniformiteit, ja, mooi. Dat gezegd hebben, waar houden jullie nu al rekening mee om later meer processen op te kunnen schalen? Want je zegt al, we gaan dus die processen nu al zo opschrijven dat dat later makkelijker kan. Zijn er nog andere dingen waar jullie nu al rekening mee houden? Nee, op dit moment nog niet, maar wel waar we nu dus echt aan zitten denken is van dat we die proces dus uniform moeten maken. Dat is echt een stuk waar we aandacht aan gaan besteden. En op het gebied van bijvoorbeeld techniek, zijn daar dingen waar jullie nu al rekening mee houden of over nadenken om dus sneller en succesvol op te gaan schalen van RPA? Ja, wat we nu al gekeken hebben van hoe richt je de beheerorganisatie in? Zo'n robot kan uiteindelijk ook kapot gaan, die kan ook uitvallen. Daar moet iemand op gaan maken, dus zorg ervoor dat het beheer goed geregeld is. We hebben vrij veel ICT-mensen erbij betrokken, zodat het ook een plek kon geven in de architectuur.
en in de architectuurplaats. We hebben rekening gehouden met ruimte voor uitbreiding, dat we meerdere robots in de toekomst in kunnen zetten. En daarmee hopen we dat we een goede basis hebben opgebouwd of gaan opbouwen voor de toekomst. Ja. Dus we hebben het gehad over die processen, die schrijf je uniform op. Dit is iets waar, neem ik aan, de hele organisatie eigenlijk mee gemoeid is. Want jullie hebben nu het TOZO-proces en het vakantiegeldproces aangepakt. In de toekomst gaan er nou hopelijk meer processen volgen. Hoe krijg je de organisatie mee? Hoe krijg je jouw collega's en de mensen in jouw organisatie mee? Nee, er zijn eigenlijk al heel snel heel veel mensen bij betrokken. Als je zo'n robot in gaat richten, kijk, je hebt de inhoudsdeskundige, die heb je sowieso nodig. Je hebt iemand die het proces begeleidt. Je hebt iemand die voor change management, systeem netwerkbeheerders heb je nodig, privacy security management. Want robot, ja, het woord roept wat op. Dus je wil de juiste mensen er ook meteen bij betrekken. En dus de toekomstige beheerders zijn erbij betrokken. Dus voor je het weet, heb je dus al heel veel mensen erbij bij je aangesloten. Nou, dat gaat dus heel snel. En daarna, zeg maar, dit was voor ons was een proof of concept. Nu weten we dat dit voor ons gaat werken. Nu kunnen we het ook bij ons meer in de organisatie gaan uitrollen en ook meer mensen nog meer bij betrekken. Ja, helder. Hey, ik zie allemaal al vragen voor jou binnenkomen. We hebben natuurlijk straks ook een Q&A moment. Maar er is hier een vraag. Wat is de grootste uitdaging in beheer? Grootste uitdaging in beheer? Goede vraag. We hebben nog niet echt bij de hand gehad. Hij is nog niet uitgevallen bij ons. Dat is op zich goed nieuws. Dus het beheer heeft het zo makkelijk omdat jullie het zo goed hebben ingericht. Nou, we zijn natuurlijk ook nog maar net begonnen. Hè. Ik denk ook de juiste mensen, zorg dat je de juiste mensen erbij betrekt. Je hebt ook mensen nodig die gewoon begrijpen hoe zo'n robot in elkaar zit. Die ook weten waar het uit kan vallen. Kijk, zo'n robot kan op meerdere systemen inloggen. En al die systemen krijgen onafhankelijk van elkaar allerlei updates. Dus je moet bij elke update moet je dus gaan afvragen, gaat mijn robot straks nog werken? Als er het veld verandert in het systeem, dan kan je robot zomaar uitvallen. Dus voordat er allerlei updates kunnen plaatsvinden in je back-off systeem, moet je dus ook gaan kijken van, blijft de robot het doen als er een update komt? Dus ik denk dat wordt wel de belangrijkste uitdaging voor ons. Ja, en wordt er dan ook veel getest? Want je zegt, nou, we moeten dan weten of die het nog blijft doen na die updates. Is er iemand op dagelijkse basis bezig met het testen van zo'n robot? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, zover zijn we zelf nog niet, omdat we net die proof of concept achter de rug hebben. Ik denk dat Leeuwarden misschien wat meer over kan vertellen zo dadelijk. Maar nu bijvoorbeeld wel voor de qua testen. Kijk, toen we dit proces hadden ingericht. Stap voor stap, elk stapje wat die robot doet, die ben je ook aan het testen. Dus je bent ook aan het kijken, klikt hij op het juiste veld? Doet hij wat ik verwacht dat hij zou gaan doen? Dus dit hele testsystematiek is eigenlijk best uitgebreid. Ja, hey, en je had het net toen je helemaal aan het begin, toen je vertelde wat jullie zo al gedaan hebben, had je het over 5 weken. Dus vanaf het moment dat jullie bedachten, we gaan een robot inzetten, een virtuele medewerker. Binnen 5 weken hadden jullie dus een werkende robot. Ja, dat klopt. 2 zelfs. Dus voor die TOZO en dus voor het vakantiegeld. Dus ja, dat ging eigenlijk best wel heel erg snel, kun je wel vertellen. Het viel ons ook wel reuze mee. ja, precies. Wel, we hebben nu de robot laten bouwen. Hè? Dus we willen op een gegeven moment zelf die kennis ook in huis hebben. We willen het ook zelf kunnen bouwen. Maar we hebben nu door Capgemini laten bouwen. En die heeft natuurlijk ervaring met het bouwen. Dus dat ging wel aardig snel. Ja, precies. Maar 5 weken is inderdaad echt heel snel. Dat betekent dat als je nu een ander proces kiest, dat je misschien over 5 weken daar ook weer een robot voor zou kunnen hebben. En ik ben benieuwd. Je hebt dus nu al een aantal ervaringen opgedaan met RPA. Wat is nog wat je zou willen meegeven aan de mensen die nu denken, wauw, ik wil over 5 weken ook zo'n werkende robot hebben? Nou, ik denk dat wel misschien wel belangrijk is, wat wij gemerkt hebben, is dat mensen hebben allerlei, bij het woord robot, denken mensen daar van alles van. Zeg maar. En het is heel goed om, voordat je met mensen in gesprek gaat, dat je ze laat zien van, wat doet nou eigenlijk zo'n robot? En om te laten zien dat het eigenlijk gewoon niks spannends is. Hij klikt gewoon op
in een systeem wat een mens ook zou doen. Dus begin met een filmpje of een demo van een robot om te laten zien van wat is het nou eigenlijk en wat kan het nou eigenlijk. En wat kan het dus ook niet. Het kan dus niet zelfstandig beslissingen nemen of dat soort zaken. Het kan alleen wat jij hem instrueert dat hij doet. Dus laat dat van een filmpje zien. Dat helpt je heel erg, zodat je het over hetzelfde hebt als je in gesprek gaat. Ja, leuk dat je dat zegt. Er was net toen wij vroegen wat zijn dingen waar jij tegenaan loopt als je met RPA bezig bent. Toen zei ook iemand het gladstrijken van de wensen en verwachtingen van de mensen in mijn organisatie. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Zorg dat je dat op voorhand goed regelt. Hey Martijn, mag ik jou ontzettend bedanken voor nu, voor jouw toelichting. En dan komen we straks nog even bij jou terug voor de Q&A. Goed, dankjewel. Dankjewel. En dan gaan we nu overschakelen naar Edwin Kuipers van de gemeente Leeuwarden. En daar is Edwin, top. Mag ik aan jou vragen om ook zo'n mooie introductie te geven, om in grote lijnen te schetsen wat jullie bij de gemeente Lelystad hebben gedaan op het gebied van RPA. Leeuwarden. Ja, nee, ja, zeker. Ik denk dat ik gewoon begin bij wanneer we de pilots hebben gemaakt. En daarvoor hebben we ook allerlei andere dingen gedaan als marktverkenning, aanbesteding. Dat is allemaal niet zo interessant. Maar we hebben echt een jaar geleden hebben we twee pilots gedaan. Hebben we twee robots opgeleverd. Eentje voor het aanvragen van een werkgeversverklaring. En door een medewerker die we voor de werkgeversverklaring nodig heeft voor een hypotheek. Op zich niet een heel spannend proces in de zin van dat er heel veel volumes van zijn. Maar wel een heel goed proces om te kunnen laten zien en te verkopen aan de organisatie wat het inhoudt, omdat het iedereen er eigenlijk wel mee te maken heeft. En dat was dan voor interne klanten? Ja, gewoon voor medewerkers van de gemeente Leeuwarden. En die een aanvraag doen daarvoor. En dat proces is op zich wel, is wel op zich tijdrovend voor de mensen van de salarisadministratie om zo'n werkgeversverklaring te maken. Komt niet heel. Wel voor, maar het was echt een mooi showcase. Een ander waar wel veel volume in zat, hebben we een pilot gedaan voor mensen die een uitkering hebben. En die moeten dan ook per. En als ze dan toevallig daarnaast nog wat verdienen, naast die uitkering, moeten ze dat elke maand een loonbriefje insturen. En dat proces, zeg maar, het opnemen van in de applicatie, de vakapplicatie, het sociaal domein, dat proces van de. Van het opnemen van het loonbriefje, zeg maar. Dat is ook gerobotiseerd. Nou, dat was allemaal heel succesvol, ook allemaal heel snel hoor. Ik weet niet meer precies hoe snel het is gegaan. Een paar weken tijd hebben we die pilots gemaakt. En ik denk dat het voor heel veel mensen wel duidelijk was: hier moeten we wat mee gaan doen. Maar ja, dan kom je toch even in zo'n moment van: hoe pak je dat dan aan? En waar halen we budget vandaan om bijvoorbeeld een team neer te zetten? En hoe richten we dat dan in? En zeg maar net een beetje in die stilte van, in die fase van hoe moeten we dat doen, kwam de TOZO-regeling. Daar had Martijs het net ook al over. Mm-hmm. Ja, dat was dan voor heel veel mensen natuurlijk heel vervelend dat ze überhaupt zeg maar een aanvraag moeten doen voor een aanvulling op hun inkomen, zeg maar, voor levensonderhoud, voor een krediet. Maar voor ons als RPA-team gaf het ons enorm de wind in de zeilen. Want daardoor kon eigenlijk voor de hele organisatie heel snel laten zien hoe waardevol een robotisering kon zijn. Want uiteindelijk hebben we bijna 17.000 nu aanvragen of verlengingen voor die TOZO verwerkt via de robot. En in het begin waren daar. Hoeveel zei je? 17.000 zitten we nu bijna op. Ja. En in het begin waren er 80 mensen mee bezig. Die werden uit allerlei hoeken en gaten van de organisatie verzameld om die aanvraag te verwerken. En dat hebben we uiteindelijk teruggebracht door een handjevol mensen die zeg maar al die stapjes moesten doen van het aanvraagformulier overhalen uit het e-formulier, zeg maar, overhalen naar de suite toe. En het aanmaken van de beschikking, aanmaken van het uitkeringsdossier, allerlei checks doen, de uitbetaling voorbereiden, dat hele traject. Daar zijn we eigenlijk best wel een beetje trots op. En want we hebben het hele traject van begin tot eind gerobotiseerd. En dat is los van het feit dat heel veel mensen daardoor weer hun normale werk konden doen bij de gemeente.
konden de mensen die het ook nodig hadden, kregen ook het geld op tijd. Ja, mooi. Misschien dat er nu wel mensen zijn die vandaag kijken van andere gemeentes die denken, wauw, wij hebben inderdaad zoveel mensen die dit allemaal handmatig hebben gedaan en jullie hebben daar een robot voor gebouwd. Ik hoop dat het mensen inspireert. Heel cool om te horen. En dit zijn voorbeelden van dingen die jullie al hebben gedaan. Wat zijn processen of nieuwe voorbeelden die nu op stapel staan? Ja, die Toze hebben dus zeg maar, dat begon zo maart, april vorig jaar. En mei zijn we daar niet mee bezig geweest, want we hebben steeds die robot ook een beetje uitgebreid. Maar ja, eigenlijk vorig jaar bleef nog in het teken staan van corona. In de zin van mensen zouden ook nog bijzondere bijstand kunnen aanvragen. En hebben we het traject van de BBZ, heet dat, gerobotiseerd. Aanvragen van bijzondere bijstand voor zelfstandigen. En we hebben ook als onderdeel van, als gevolg van de TOZO, kwamen er ook aanzienlijk, zo ongeveer 4-5 keer zoveel aanvragen voor bedrijfskredieten binnen. En elk jaar moeten daarvan de rentes berekend worden. En daar hebben we begin dit jaar hebben we het opgeleverd. Dus dat was een heel vervelend proces. Waarbij mensen allerlei terugbetalingen van de afgelopen jaar moesten opzoeken in de suite. En overnemen in een Excel document. En dat knippen en plakken. En weer terugzetten in de suite. En daar een brief van maken. En ook zeg maar het opboeken van de bedragen waar het om ging. Een zeer tijdrovend proces. En dat hebben we nu ook helemaal gerobotiseerd. Dus dat wat is er op, wat, ja. En ja, wat ik ben er, wel benieuwd. Wat aanzet... Dan halen ze uit de suite en dan doen ze het in Excel en dan in een brief. En als iemand dat doet en je doet er daarvan meerdere op een dag, dan kan ik me voorstellen dat er ook een foutje insluipt. En zo'n robot die maakt geen foutje, toch? Nee, precies. Nee, maar dat is een heel goed punt. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we dit doen. Naast het feit dat het gewoon heel vervelend werk is. En die medewerkers die verzuchten dan ook van, eindelijk is hier een oplossing voor. Eindelijk komen we toe aan ander of belangrijker werk of mooier werk. Ja, en naast werk waar robot niet kan inspringen. Precies. En daarnaast is het ook gewoon voorkomen we ook heel veel fouten mee en daardoor mensen die telefoneren van het klopt helemaal wat er op die brief staat of en meestal dat soort correcties zijn ook altijd heel tijdrovend. Ja. Dus dat voorkom je daar dan ook mee inderdaad. Ja, ja, mooi. En je wilde net al beginnen inderdaad. Wat zijn processen die nu in de backlog staan waar jullie mee aan de slag gaan? Ja, ook een hele tijdrovende. Dat zijn bankafschriften die we binnenkrijgen van de Bank Nederlandse Gemeente. Die krijgen we elke dag binnen. Er staan zo'n 60, 80 betalingsregels op. En die worden op dit moment per regel worden die gecodeerd. Van om welke klant gaat het en om welke debiteur. En dan worden ze daarna opgeboekt. En dat proces, ik weet niet of we daar helemaal in slagen, maar voor een belangrijk deel willen we dat gerobotiseerd dus doen. Dus robotiseren dan misschien een medewerker die het nog nakijkt of... Ja, ik denk dat een deel wordt, dat kunnen we misschien niet. En dat noemen we dan een soort uitvallijst. En dan kunnen ze daar mee aan de slag. Ja. Misschien kunnen we voor een deel wel en dan een deel niet. Maar dan geven we aan van op dat punt zoek nog even uit wat er aan de hand is. Ja, mooi. En wat zijn nou... Ja, ga maar. Ja, we hebben een hele, dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. We hebben gewoon een hele lijst voor dit jaar staan. En dat varieert van... aanmeldingen van de hondenbelasting, kwijtscheldingen, aanvragen voor kwijtscheldingen, heronderzoek, bewindvoering, heronderzoek, rechtmatigheid. Dus we hebben eigenlijk best wel een grote lijst staan voor dit jaar. En we wilden er toch wel eind van het jaar 15 robots in productie hebben. 15? Ja. En je zegt, we hebben er al een aantal processen op stapel staan. Welke criteria zijn dan belangrijk? Er zijn er al een aantal genoemd, maar hebben jullie misschien nog aanvullende criteria waar jij op let als je bedenkt, ik ga dit proces robotiseren? Ja, goede vraag. Ik merk dat we op dit moment willen onszelf ook gewoon goed stevig neerzetten. En willen ook echt die processen doen die heel veel meerwaarde hebben voor de organisatie. En dat is toch vaak gewoon meerwaarde, toch?
in eerste instantie het wegnemen van vervelend werk. En het kunnen laten uitvoeren door de robot. En daardoor ook tot besparingen leiden. Dus eigenlijk wat we beginnen met een soort processen die op onze radar staan, onze RPA-radar. En dan kijken we eigenlijk, heel simpel gezegd, op dit moment naar wat de meerwaarde is voor de business en de haalbaarheid. En doen we een heel klein quick assessment. En vanuit die lijst maken we een prioriteit, of laten we door de business prioriteren, welke we dan ook, waarvoor we dan ook een intake gaan doen. En een intake, dan wordt die echt serieus, zeg maar, onder de loep genomen. En dan kijken we wel van, zitten hier nog gekke dingen in die eigenlijk gewoon moeilijk of niet te robotiseren zijn? Of andere wet- en regelgeving dingen waardoor, ja, die misschien, waar, hè, misschien grote wijzigingen die op stapel staan, waardoor het proces minder geschikt is. Of ja. Grote wijzigingen die te verwachten zijn in applicaties waarmee de robot zou moeten werken. Dus dan doen we eerst nog een intake. En als je dus, en dan wordt er nog een business case gemaakt, hè, dan van, mm-hmm. Hè, dat levert het uiteindelijk wel genoeg op. En als het daardoor dat proces heen komt, dan gaan we echt een ontwerp maken en dan gaan we de ontwikkeling in. Maar het is dus niet zo dat er zit echt een serieuze, zeg maar, onderzoek vooraf voordat we ook echt. Precies. Ja. En er kwam ook een vraag binnen. Waar heb je de, want je zei, dan maken we ook een business case. Waar leg je dan de nadruk op? Je zei net al haalbaarheid en meerwaarde voor de organisatie. Is dat dan waar de meeste nadruk op ligt in zo'n business case? Ja, op dit moment, ik moet gewoon eerlijk zijn. Kijk, we doen allerlei kwalitatieve aspecten die we ook bekijken. Hè? Bijvoorbeeld foutgevoeligheid of privacy aspecten, waarbij, hè, als een robot gegevens bekijkt, dan is dat minder. Hè, dan is het niet een mens die allerlei privacygevoelige informatie ziet. Dat heeft allerlei voordelen. Dus alle kwalitatieve voordelen, maar het eind is toch wat het onderaan de streep oplevert. Dat is waar we op dit moment in ieder geval op focussen. Ja. Dus dan kijk je echt van hoeveel moet het kosten om één aanvraag te verwerken door een mens versus door de robot. En hoeveel investering kost het maken van die robot. Ja. Ja, en mooi dat je ook zegt dat het ook kwalitatieve voordelen heeft. Dus dat bijvoorbeeld zo'n robot ziet allerlei gevoelige informatie, maar een mens niet. En ik ben ook wel benieuwd, hebben jullie ook wel eens processen gezien of in de intake gehad die achteraf niet geschikt bleken om te robotiseren? En waar lag dat dan aan? Je noemde net al een aantal dingen waar het aan zou kunnen liggen. Hebben jullie dit wel eens meegemaakt? Ja, dat hebben we meegemaakt. Hè. Dus dan staat u wel op onze radar, denk ik van dat zou een geschikte proces kunnen zijn. En dan doen we de intake. En het is gelukkig niet op het moment dat we al willen gaan ontwikkelen, dat we dan tegen zo'n probleem aanlopen. Tijdens de intake ontdekken we dan bepaalde bijzonderheden. Een voorbeeld is een proces waarbij, dat heet heronderzoek rechtmatigheid, of gekeken of mensen wel daadwerkelijk recht hebben nog op een uitkering. Hè, of ze niet heel veel toch nog ergens inkomsten hebben, of andere vormen van andere reden waarom ze misschien geen uitkering mogen hebben. En in het proces zoals de mens eruit voert, dan gaat men naar Suinet toe. Dat zo heet dat product, Suinet. En daar kijken ze dan wat er nog meer bekend is over die uitkeringsgerechtigden. Nou, en het bleek uiteindelijk dat een robot, en dat is geen natuurlijke persoon, die mag niet een bevraging doen, Suinet. Nou, dat leidt in ieder geval toe dat we dit proces moeten uitstellen of dat we dat op een andere manier moeten doen. En een ander voorbeeld is het proces die bij ons op de radar stond, was de inlichtingen voor deurwaarders. Maar daar zit een enorme wijziging in de wetgeving aan te komen, waardoor waarschijnlijk het hele proces ook op zijn kop gaat. Ja, ja. We gaan niet een proces robotiseren wat na een half jaar helemaal er anders uitziet. Ja, logisch. Ja. Oké, helder. Mooie voorbeelden van wanneer je het dus niet kan of moet doen. Omwille van de tijd heb ik nog een laatste vraag voor jou. Hoe is RPA in jullie organisatie geplaatst? En hoe zorg je er, want zoals we al gezegd hebben, er zijn heel veel mensen mee gemoeid en heel verschillende processen, verschillende afdelingen.
Waar plaats je het in de organisatie en hoe zorg je er dan voor dat die samenwerking met andere afdelingen goed is en dat je hen ook meeneemt hierin? Ja, een beetje traditioneel is het RPA-team wel zeg maar onder informatiemanagement geplaatst. Maar het is wel een hele zelfstandige club. En heeft ook zeg maar hun eigen processen, een eigen ontwikkel- en beheerprocessen. Ook echt als een DevOps-team neergezet. Dat is iets nieuws eigenlijk wel binnen gemeenteland. Dus we hebben onze eigen dynamiek. En de prioriteitsstelling en zeg maar, ja, de aansturing is niet het goede woord, maar wel waar wij ons op moeten focussen, dat wordt wel echt door de business bepaald. Of business samen met ICT. Dus die hebben daar een hele duidelijke stem in. En die geven aan welke processen we moeten aanpakken. Die keuren ons jaarplan goed. Dus dat wordt echt wel door de business gedaan. Dat vinden wij ook heel belangrijk. Dat het niet een ICT-feestje is, want dat is het ook gewoon helemaal niet. Nee. Als je ziet hoe wij werken en welke mensen met ons meedraaien in het team, dan is het de business, zeg maar, dat is, die geeft de dynamiek en de richting toch wel aan wat wij ontwikkelen en wat wij maken en wat ook wordt geaccepteerd als zijnde goed. Ja. Ja. Ja, dat moet je gewoon multidisciplinair aanpakken. Ja, ja zeker. Mooi. Hey Edwin, enorm bedankt voor deze toelichting. Heel inspirerend om te horen hoe jullie dit hebben aangepakt en waar je zoal over nadenkt bij het sneller en beter opschakelen van RPA, wat wel en wat niet. We gaan zo nog even bij jou terugkomen met de Q&A, want er zijn best wel wat vragen die binnenkomen. We kunnen ze niet allemaal beantwoorden, zoveel zijn het er, maar we gaan er zo meteen een paar uitpikken. En dan heb ik een vraag aan jullie, het publiek. We hebben randvoorwaarden gehoord van zowel Martijs als Edwin. En ik ben heel benieuwd of jullie die herkennen. Er komt weer een mooie poll in. Die ga ik nu launchen. Dus die komt nu in jullie beeld. Herkennen jullie die randvoorwaarden zoals geschetst door Martijs en Edwin? En we hebben het straks ook al even gevraagd, waar loop je tegenaan? Maar ik ben benieuwd of er nog andere dingen zijn die nu niet genoemd zijn, maar waar jullie wel tegenaan lopen. Ik zag straks ook al Citrix-omgevingen binnenkomen, wat een blokker kan zijn. Dus zet dat vooral even in de chat, dan kunnen we er zo ook nog even over doorpraten. 96% zegt ja, dat herken ik. Ik herken die randvoorwaarden die geschetst zijn door Martijs en Edwin. Dus dat is een heel helder verhaal en een heel herkenbaar verhaal. Mooi om dat te horen. Dan wil ik nu overschakelen weer naar Lucas om hier wat over door te praten. Want we hebben nu het voorbeeld van Lelystad, het voorbeeld van Leeuwarden gezien. Maar Lucas, jij ziet dit bij heel veel organisaties. En ik ben benieuwd, wat is jouw beeld van de randvoorwaarden waar een organisatie aan moet voldoen? En eigenlijk ben ik heel benieuwd wat jij tegenkomt bij andere van jouw klanten. Misschien beginnen bij de technische voorwaarden. Is dat een mooi startpunt? Ja, uitstekend. Dankjewel Lisa en Marie. Opschalen. Hè. Wat is opschalen nou eigenlijk? Ik zie bij best wel veel organisaties die beginnen met een proof of concept. Dat opschalen echt het moment is dat je van de innovatiehoek echt gaat naar een business gedreven oplossing. Dat RPA, dat wordt net ook al genoemd, dat het echt een oplossing is die daadwerkelijk waarde kan tonen aan de business. Daar horen inderdaad een aantal randvoorwaardes bij. Technische randvoorwaardes ook. Ik zal mijn scherm ook weer even delen. En dan kan ik het ook even laten zien waar je allemaal tegenaan loopt. Ik neem aan dat mijn scherm weer is te zien. Alright. Technische randvoorwaardes. Waar het eigenlijk allemaal mee begint, is het uitkiezen van een juiste RPA-tool. Jullie hebben waarschijnlijk ondertussen wel gehoord van een aantal RPA-tools. Maar hoe kies je nou de juiste RPA-tool uit? Een aantal dingen zijn goed om hierbij op te letten, omdat er best wel veel spelers op de markt zijn. Ten eerste is het goed om te kijken naar trainingsmogelijkheden. Zorg dat, dat de RPA-tool die je kiest, dat jouw eigen medewerkers of externe medewerkers daar makkelijk in kan trainen. Zodat je er ook goed in kan ontwikkelen en goed in kan beheren. En denk ook aan dingen als vendor support. Zorg dat de vendor een goede support unit heeft, waarbij je terecht kan met vragen wanneer je er zelf niet meer uitkomt. Daarnaast is het ook belangrijk dat de infrastructuur van de RPA-tool
goed is ingericht. He, dat zij over zaken hebben nagedacht als installatie in bijvoorbeeld Citrix, ik hoorde het net al eventjes, of ander soort omgevingen. Nou, dat brengt me ook meteen naar het bruggetje. Kies voor een juiste infrastructuur die past bij jouw organisatie. Nou, Martijs die noemde het net al eventjes. Betrek IT hierbij echt meteen aan het begin van het traject. Want IT is vooral aan het begin heel erg belangrijk. Het blijft natuurlijk een IT-oplossing. Het is weliswaar een robot die werkt op de frontend van applicaties. Maar ja, elke organisatie heeft weer een eigen infrastructuur. De ene ingewikkelder dan de ander. Nou, we hebben laatst ook bij een inderdaad in een Citrix-omgeving een installatie gedaan. Ja, niet elke vendor die kan dat. Dus ja, bekijk hoe dat in jouw IT-organisatie zit. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld. Het kan inderdaad wel, zeker. Het kan allemaal wel. Maar denk daar wel goed van tevoren over na. Hè, er zijn ook bijvoorbeeld mogelijkheden om de robots in de cloud te organiseren. Je kan het ook op de laptops van de medewerkers zelf installeren. Dan noemen we het attended robots, want dan starten de medewerkers de robots zelf. Of het kan op virtuele machines, dan zijn het unattended robots. Dat zijn een aantal technische mogelijkheden die er zijn. Daarnaast kan je nog, wanneer je de robot slimmer wilt maken, AI-componenten toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor use cases waarbij je ingescande documenten moet verwerken. Bijvoorbeeld werkgeversverklaringen of salarisstrookjes. Nou, een standaard RPA-robot kan dat nog niet. Maar wanneer je AI-componenten toe gaat voegen, worden de robots slimmer en kan je dat op den duur wel. Dan Helder. Ga ik even door naar... Dankjewel. Dan komen we bij het beheerverhaal. Nou, het werd net ook al kort benoemd. Beheer is heel erg belangrijk wanneer je gaat opschalen. Omdat de robot kan inderdaad kapot gaan. Het is dus niet unbreakable. Maar het ligt niet altijd aan dat de robot niet goed gebouwd is. Maar dat kan ook gewoon simpelweg komen doordat een applicatie waarin de robot werkt verandert. Nou, dan moet er wel een team zijn die dat op kan lossen. Nou, hierbij maken we eigenlijk onderscheid in twee soorten beheer. Technisch beheer en functioneel beheer. Nou, het technisch beheer van een robot is eigenlijk echt het beheer van de omgeving waar de robot op draait. Nou, denk hierbij aan de server die hiervoor is opgezet en de installatie van de tool zelf. Als bijvoorbeeld een tool zoals UiPath of Blue Prism geüpdate moet worden, valt het onder technisch beheer. Nou, het functioneel beheer, dat is echt het beheer van de functionaliteit van de robot. Dus wanneer er bijvoorbeeld een change is in de functionaliteiten van de robot, dan moet iemand dit aanpassen. Nou, voor dit functioneel beheer, daar is echt een RPA-team voor bedoeld. En dit kan met verschillende beheermodellen, zoals een managed service contract, waarbij je echt een SLA aan een beheer vasthangt, of een center of excellence, ook een woord dat we vaak horen. Maar je kan ook een hybride beheer- of ontwikkelteam inrichten. Nou, in dit geval doet eigenlijk het DevOps-team, wat Edwin net al mooi zei, dat doet eigenlijk zowel de ontwikkeling van nieuwe robots als het beheer van bestaande robots. Ja, dit is natuurlijk een mooi model om jouw team efficiënt in te richten. Maar het is wel belangrijk dat in het team wat je hebt, dat voldoende kennis is van RPA. Nou, dus niet alleen van de tool, maar ook van de way of working, van hoe beschrijf je nou een proces. Hey, maar ik ben wel benieuwd, want je had het er net al over van als je dan iets wilt aanpassen in de functionaliteit of in het functioneel beheer of in de functionaliteit van zo'n robot. En misschien kunnen we tijdens de Q&A ook nog aan Edwin en Martijs vragen, sorry. Waar ik benieuwd naar ben, stel je wilt iets aanpassen, is dat dan makkelijk? Of je noemde net al, misschien moet je dan de SLA erbij pakken. Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer je iets wilt aanpassen in de robot? Ja, als er aanpassingen in het proces plaatsvinden, dan moet die robot ook worden aangepast. En hoe kun je dat snel doen? Ja, nou ja, dat kan op verschillende manieren. Dat is een stukje change management van je robot. Dus zorg dat het wel echt wordt ingeschoten als een change. En de ontwikkelaars die gaan dan vervolgens
Dat oppakken, dat komt dan op de backlog te staan. Wanneer je agile werkt, komt het op de backlog te staan. Gaat het ontwikkelteam gaat dat weer oppakken. En op het moment dat het gebouwd is, dan moet het ook weer door de business geaccepteerd worden. Het is dus wel heel belangrijk dat het echt het volledige proces, het ontwikkelproces doorgaat. Omdat het anders kan zijn dat je iets oplevert wat uiteindelijk ook niet werkt. Dus zorg er ook voor dat dat uiteindelijk middels een UAT en een user acceptance test, dat wordt geaccepteerd door de business. Ja, helder. En je hebt ook nog een aantal tips en tricks voor ons. Ja, ik zal er gezien de tijd een beetje snel doorheen gaan. Want er zijn misschien nog wat meer vragen. Wat een aantal tips en tricks zijn wanneer je gaat opschalen van RPA. Zorg dat voordat je een proces gaat automatiseren, zorg dat dit proces goed is vastgelegd, maar ook dat het geoptimaliseerd is. Het heeft geen zin om een proces te gaan automatiseren wat nog niet efficiënt is. Want anders levert het uiteindelijk ook niet de voordelen op. Zoek daarnaast voor RPA-ambassadeurs binnen jouw organisatie. Zonder sponsorship of ambassadeur is er eigenlijk geen RPA. Er moet een kartrekker zijn, er moeten mensen zijn die er echt enthousiast over zijn, die hun schouders eronder zetten. Dus creëer ook dat enthousiasme in de organisatie. Doe dat ook door middel van bijvoorbeeld demo's. Het werd al vaak genoemd, maar betrek IT gedurende het gehele project. Het is erg belangrijk. Ook voor de installatie en de technisch beheer. Creëer een componenten library. Dat is handig omdat je vaak reusable components hebt. Zoals zowel bij Leeuwarden als Lelystad. Sommige componenten kunnen door meerdere robots en processen gebruikt worden. Zorg ook dat dat kan middels een library. Denk ook tijdig aan migraties. We zien ook heel vaak dat er een migratie is, bijvoorbeeld naar Windows 10. En dat dat eigenlijk achteraf impact heeft op de robot, waar je eigenlijk vooraf al misschien aan had kunnen denken. Zodat je niet achteraf weer onnodige aanpassingen in de robot hoeft te gaan doen. En ook security is een belangrijk vraagstuk, omdat eigenlijk bij elk project waar we komen, vinden mensen toch fijn om te weten dat hun data wel goed behandeld wordt. Dus stel daar ook een beleid voor vast. Mooi, ja. Helder verhaal en goede tips en tricks. En ik zie er ook inderdaad een aantal terugkomen die de heren hiervoor ook al hebben genoemd. Lucas, ik ben wel benieuwd. Stel dat er nu mensen zijn en die kijken, zijn helemaal geïnspireerd en enthousiast geraakt. Wat zijn dingen waar wij vanuit Capgemini mensen mee zouden kunnen helpen bij het inzetten ofwel het snel en succesvol opschalen van RPA? Ja, Capgemini wij werken al een tijdje met RPA en wij kunnen eigenlijk in het end-to-end proces van een RPA-project kunnen wij services aanbieden. Dat kan zijn bijvoorbeeld door ervaren ontwikkelaars in te zetten, door proceskennis, maar ook door co-development. Dat is wat we bijvoorbeeld nu bij de publieke sector vaak zien, is dat we eigenlijk samen met de organisatie de ontwikkeling aangaan. Waarbij wij dus niet alleen zelf ontwikkelen, maar waarbij we ook de mensen van de organisatie leren hoe ze dat moeten doen. Dat vinden wij ook belangrijk om zo ook een beetje dat partnership aan te gaan. Dus dat is belangrijk. Daarnaast is het toch belangrijk dat we kennis hebben van de publieke sector. Wat voor processen komen we daar nou vaak tegen? Het is toch net weer wat anders dan in een andere sector. Dus daar kunnen wij ook bij helpen. En daarnaast, we zien het op deze slide. En we bieden eigenlijk gedurende het hele traject, zowel aan de voor- als de achterkant, bieden we eigenlijk hulp aan. Dus het begint eigenlijk met adviseren, daarna het ontwikkelen, het deliveren van de robots, tot aan het beheren van de robots. Ja, dus echt end-to-end, waar we bij kunnen ondersteunen. Ja, mooi. Zeker. Dankjewel, Lucas. En ik wil eigenlijk vragen aan de heren of ze er weer bij kunnen komen. Martijs en Edwin, daar zijn jullie top. Fijn dat jullie weer in beeld zijn gekomen, want er zijn een aantal vragen binnengekomen. Ik wil er daarvan een paar uitpakken en aan jullie voorleggen. En dan zullen we zometeen ook nog, zoals ik al in het begin zei, onze contactgegevens delen, zodat als jullie nog vragen hebben,
dat we die kunnen, dat we die aan jullie kunnen beantwoorden. En hierbij ook de belofte van het team van Lucas krijg ik net door dat er zoveel vragen zijn binnengekomen dat we ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Maar per mail zullen we die later, de vragen die niet aan bod komen, gaan we die wel voor jullie beantwoorden. Dus dat is helemaal mooi. De eerste vraag is aan jou, Edwin. En die gaat als volgt. Momenteel worden er grote aantallen verwerkt. En ik denk dat het over de Tozo gaat. Wanneer de rust terugkeert en de aantallen afnemen, blijft de robot geautomatiseerde handeling dan rendabel? En dit is een vraag van Kees. Kees van Dalen is daar benieuwd naar. Blijft het ook rendabel als de aantallen aanvragen wat afnemen? Een goede vraag. Ik heb in mijn gevoel denk ik dat die gewoon doorloopt tot zolang die regeling loopt. En het is natuurlijk een tijdelijke regeling. Want de kosten zijn natuurlijk al gemaakt voor het ontwikkelen van de robot. En het laten draaien daarvan. Er zit natuurlijk altijd wat beheer op, wat onderhoud. Maar ik denk dat het zeker in deze fase loopt, nog steeds wel wat tegen elkaar opweegt. Ja. Oké, mooi antwoord. En dan is er een vraag binnengekomen van Yusuf Koza. En hij vraagt, hoe zijn de testen uitgevoerd? Hoe weet je of de processen de juiste stappen uitvoeren? Wie van jullie wil daarop reageren? Ik kan wel iets over vertellen. Eigenlijk wat we doen is dat we... we laten de robot stap voor stap met de inhouddeskundige laten we stap voor stap zien van wat doet hij nu, waar gaat hij nu op klikken, wat wordt de volgende klik waar hij op gaat klikken, krijgen we terug wat we verwachten. Eigenlijk elke klik, wat een medewerker ook zou doen in het systeem, en alles wat hij invoert, dat doet de robot ook, maar dat laten we gewoon stuk voor stuk laten die de review placeren om te laten zien van doet hij wat wij verwachten. Wat de robot moet doen. En dat is eigenlijk best wel daar hebben we een aantal sessies voor waarin we de mensen vragen om mee te kijken met de robot. Ja, dus eerst over de schouder meekijken voordat hij het helemaal zelf gaat doen. Ja, we zetten hem niet zomaar aan, nee, nee. Mooi. Ik denk dat die helder is. Heb jij er nog een aanvulling op, Edwin? Nee, goed punt hoor. Ik denk, dat is één belangrijk punt, hè, van het zien dat hij het proces net zo uitvoert als afgesproken of als een medewerker dat doet. En daarnaast werken wij ook wel met sets, dus dat je gewoon datasets, dat je dat wat je erin stopt of waar de robot mee werkt, dat er ook uitkomt, zeg maar. Het resultaat hetzelfde. Ja. Ja, dus je kijkt ook naar de output van zo'n robot, naar de resultaten of dat klopt. Yes. Ja. Mooi, ja, mooie toevoeging. Dan is er een vraag van Huub Seiben. Ik denk dat die ook wel interessant is om van jullie allebei te horen. Hoe wordt RPA, hoe wordt dat op de werkvloer ontvangen? Wordt dat gezien als een kans of juist als een bedreiging? Want ja, je noemde al, Edson, er waren 80 mensen mee aan de slag. En nu wordt dat door een paar robots gedaan. En kijken er een paar mensen wel mee. Hoe wordt het ontvangen? Hoe wordt het bij jou in Leeuwarden ontvangen? Ontzettend positief. Ja, iedereen, men roept ook altijd uit als ik de intake al doe of als we langskomen of zeggen van we gaan hiermee aan de slag. Dat ze niet kunnen wachten tot de robot live gaat. Want je ziet je ziet praktisch overal in elke geleding van de gemeente dat mensen zeg maar meer werk hebben dan dat ze kunnen wegwerken. En er is een soort frustratie dat er heel veel tijd gemoeid is met saaie, repeteerde zaken waarvan je denkt, kan dat niet anders? Of waarom kan er geen koppeling komen? Of kan die applicatie niet beter worden ingericht? Dus men is over het algemeen super blij dat die robot er draait. Want daarnaast hebben ze dan tijd voor bijvoorbeeld meer aandacht voor de klant of het kwaliteitsverhogen van dossiers of andere zaken. Ja, heb jij daar nog een toevoeging op, Martijs? Nou, we zijn wat minder lang bezig dan Leeuwarden, maar de eerste ervaringen hebben wij inderdaad ook wel daarmee.
Kijk, als je, vooral als je zo'n filmpje laat zien of een demo, mensen zien meteen de mogelijkheden eigenlijk. En wat jouw robot wil laten doen, is eigenlijk het saaie werk weg laten halen. Het is niet het denkwerk wat je weghaalt. Het is echt het repetitieve werk wat je weg wil halen. Ja, en daar wil eigenlijk volgens mij iedereen wel van af. Dus de ervaring tot nu toe zijn dat mensen heel erg enthousiast zijn. Ja. Top, goed om dat te horen. Zoals ik al zei, er zijn nog heel veel vragen in de chat. Lucas tovert nu de slide met de contactgegevens van de drie heren in beeld. Sla die op, maak er een foto van. Als je wilt doorpraten of nog vragen hebt, dan staan ze alle drie open om je vragen te beantwoorden en om hierover door te praten. Ik wil jullie, Lucas, Edwin en Martijs, heel erg bedanken voor jullie toelichting, jullie verhalen en het delen van jullie ervaringen vandaag. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik vond het super interessant. Dus ik neem aan dat de mensen die hebben gekeken, dat die ook zeker geënthousiasmeerd en geïnspireerd zijn geraakt door jullie verhalen. Dankjewel voor jullie tijd. Mensen die hebben gekeken, super leuk dat jullie erbij waren. Bedankt ook voor de interactie in de chat, de vragen die binnenkwamen. Heel leuk om te zien. En dan zou ik zeggen, we houden contact en een hele fijne avond alvast. Tot de volgende keer!